De meeste campers worden geleverd met een airco, maar dat is dan de airco die op de motor draait tijdens het rijden. Als je stilstaat, heb je daar niks aan. En daarom gaan we deze Dual Klima van Teller plaatsen. Hij komt op de plek van het dakluik. De opbouw is 24 cm en binnen komt er een rooster wat 4 cm van je staarhoogte afsnoept. Zo'n airco zuigt warme lucht uit de camper of caravan, blaast die vervolgens langs de warmtewisselaar in het apparaat en stuurt de afgekoelde lucht vervolgens weer terug naar binnen. En die airco, die plaatsen we hier op de plek van een dakluik. Omdat deze Dual Klima is uitgevoerd met een warmtepomp, kan het ook andersom, zodat je hem ook als bijverwarming kunt gebruiken. Dat is best lekker in het voor- of najaar. En belangrijk, je trekt niet meer dan 4,2 ampère uit de stroompaal. Vroeger maakten airco's best herrie. In de afgelopen jaren is er veel veranderd. Bij tests in Duitsland was deze Teller een van de stilste op de markt. Nog even een misverstandje wegwerken. Een airco hoeft echt niet de hele nacht aan te staan. Een uurtje voor het slapen gaan is al voldoende, want door de perfecte isolatie van een caravan of een camper blijft het zo de hele nacht lekker aangenaam binnen.